Klaus. Ik woon in Israël, nu 25 jaar, in de Negev, in het Zuidland. En ik kom oorspronkelijk uit Nederland, uit naar de Bussum, uit het Gooi. Het thuisgevoel wat ik in Nederland met mate had, is hier compleet. Wat dat precies is, of het nou de woestijn is, of de mensen, of Gods land, dat is me niet helemaal duidelijk. Maar wat het is hier. Ik heb een landrover waar ik de tochten mee doe. Ik heb wandeltochten door de woestijn hier, zoals je die ziet hier. En dat is een hele bijzondere wijze om eigenlijk Gods woord zo te mogen uitdragen aan een ieder die komt. Ik voel me zeer gezegend om dit werk te kunnen doen. Dan heb je een aantal waterbronnen. En ook dat in Akev en Tzin, de twee daarvan gaan we bezoeken. Hier zien we dus nog wat water. Dit is rustig water. Dit zou David heerlijk vinden om dit soort water te hebben. Er zijn een heleboel mensen die hier de woestijn in gaan lopen. Er zijn hier meer dan 10.000 kilometer wandelroutes en niet iedereen is goed voorbereid. En soms verzwikt men zijn voet, soms verliest men de weg, dan raakt men het spoorbijster. Wij zijn in dit gebied, het gebied van de woestijn van Zin, die begint min of meer hier en gaat zo door richting de Arava. 3 jaar geleden kwam een luipaard bij ons op bezoek. Het was ongeveer een uur of 2:30 s'nachts toen onze hond begon te blaffen. En plotseling zie ik een schim, zo groot, aan het voeteneind van ons bed voorbij komen. Ik denk, wat is dat nou, hè? Toch maar even kijken wat dat is. En ik ging op de rand van het bed zitten. En ongeveer waar deze houtblok is, zelfs nog iets dichter, daar zag ik de luipaard voor me zitten. Ik was helemaal niet verrast. En zeker was ik niet bang voor hem. Hij zat met zijn rug naar mij toe, zat op onze kat en maakte deze beweging. En ik zag mezelf dus springen op het luipaard en greep hem in plaats van een kat in de nekvel met 3 vingers, met 2 handen. En heb hem toen naar me toe getrokken. En het eerste wat ik dacht is van, het is wel handig als ik nu mijn voeten op zijn achterpoten zet. Zodat hij 2 poten minder heeft om mee te spelen. Zou je een stukje hout er nog op kunnen gooien? En daar zaten we toen. Hij gechoqueerd, de luipaard. Onze kat is daardoor vrijgekomen, is weggerend. En daar zaten wij dan, ongeveer een minuut, 1,5 misschien. Intussen zei ik tegen mijn vrouw die binnenkwam rennen, helemaal opgewonden. Van, oh, help, de luipaard. En zei ik tegen haar van, bel Jossie nou maar op van de parkwachters, dat het luipaard hier is. Dus zij gaat naar de telefoon toe, belt op en zegt, Jossie, kom snel, de luipaard is in ons huis. Maar vergeet een klein detail, belangrijk echter, mee te delen dat ik hem vasthoud. Dus Jossie denkt dat hij opgesloten is in de badkamer of in de slaapkamer. En zegt zoiets van, ja, ik kom aan manana. In zo'n toon van manana. Wat manana? Klik, ging de hoorn op de telefoon. Na 20 minuten kwamen zo'n beetje de parkwachters. Er waren er 3. En ze hadden nog wat extra mensen meegenomen. De vrouw van een van de parkwachters en de vrouw van de andere parkwachter. En aan apparatuur, uiteraard hadden ze dat meegenomen wat ze nodig hadden. 2 camera's. 1 video en 1 gewone fotocamera. Nou, daar zit je dan, hè. Daar zit je in je onderbroek en je t-shirtje. Maar niet alleen dat, ze stoven als een worst de deur binnen. En je kunt nagaan, dat beest was net rustig. Komen daar 5 mensen naar binnen wurmen. Dan kan je je voorstellen dat hij zich zeer ongemakkelijk voelt en gaat dan helemaal opspringen. Hij springt helemaal op deze kant op. Dat is het enige moment dat ik even dacht dat ik geen niet meer in controle had, in de macht had.
Bovendien moest ik hen uitleggen wat je moest doen. We hebben een touw nodig, we hebben een deken nodig, we hebben een lap nodig over zijn kop. En dan kwamen zij met dat ze een kliko nodig hebben, zo'n groot vuilnisvat. En uiteindelijk, na nog 20 minuten, was hij weer helemaal rustig. En konden we hem als een laken, als een doek, een vaatdoek, konden we hem in die kliko doen zonder tegenspartelen. En dat was ook weer heel apart. Hij had zich helemaal overgegeven. En daarna werd hij afgevoerd. En wij zijn toen rond de tafel gaan zitten en hebben God gedankt dat het zo goed afgelopen was. Het begin, toen ik hier naartoe kwam, dan weet je theoretisch dat het niet makkelijk zal zijn. Maar als je dan, zeker als je direct in contact bent met aanslagen, ik heb er twee van heel dichtbij meegemaakt, dan gaat er toch wat door je heen. Gaat niet in je koude kleren zitten. En dat is eigenlijk het enige moment dat ik dacht van slik. Echt zoiets van je het bewust worden, fysiek bewust worden. Niet alleen maar in het hoofd zitten van ik begrijp het wel. Maar dan raakt het je echt je hart. Het leven is bijzonder de moeite waard. Ik denk ook dat mede door de situatie dat je veel meer het leven gaat waarderen. Het is niet meer zomaar zoals in de Gooise matras waar ik dan wegkom. Ja, het komt vanzelf min of meer. Hier is het echt een worsteling. Maar een worsteling die het waard is. Omdat je weet dat uiteindelijk dat hier vrede zal komen. En vanuit hier de vrede over de wereld zal uitspreiden. Tot die tijd, tot vele malen, tot 10 tellen en heel diep ademen.